De steiger bij de marinetrap is door het ministerie van Openbare Werken voorzien van een onderhoudsarme fundering, bestaande uit betonnen palen met onder het platform een stalen gedeelte. Verder is de steiger verzwaard en verbreed met nieuwe legplanken van bolletriehout. Gisteren vond de ingebruikname plaats van de nieuwe steiger. Volgens minister Riad Noor Mohammed bleek na inventarisatie van het ministerie dat steigers en bruggen de grootste onderhoudsachterstanden hebben. En er zijn nog meer in planning. Dat is zeker nog voor deze eerste regeerperiode van de regering, Santokki Brunswijk en onder leiding van mij als minister OW, ik nog 5 tot 10 die we willen realiseren. Wat ik wil zeggen is, als je wil, kan het. Toch, nu zitten we achterstanden in te halen als voorgaande mensen ook hun werk hadden gedaan, dan hadden wij misschien vanaf minder werk of konden we andere noden ook herstellen. Het bruggenstijgenprogramma is dus al lang gaande. Toch, u heeft misschien deze 40 gevallen niet meegemaakt, maar we zijn al lang gaande. Landelijk zijn 40 bruggen en een 10-tal stijgers aangepakt. Door met name het vervangen van leuningen, verfbeurten, complete restauraties en het vervangen van houtconstructies. In de binnenstad zal het ministerie loopbruggen aanpakken.